Welkom bij de I Am Groot podcast. Ik ben Siska, oprichter van I Am Groot. Ik begeleid vrouwen naar hun grootste potentie, zodat zij de impact kunnen maken die bedoeld is en ze een leven kunnen leiden vol geluk, voldoening, liefde, plezier en overvloed. Heel veel luisterplezier. Hallo, hallo, daar zijn we weer voor een verse, nieuwe, frisse aflevering van deze podcast. En ik heb er zeker weer zin in, want ik wil het met jullie over iets heel erg belangrijks en iets leuks hebben wat ontzettend mij is, ontzettend bij mij past en waar ik ontzettend veel plezier ook aan beleef. En voordat we er helemaal in gaan, voordat ik jullie er alles over ga vertellen, wil ik nog heel graag even het webinar van afgelopen week terughalen. Een aantal van jullie, van de luisteraars, die was erbij, weet ik toevallig. En een aantal zeker ook niet. En het webinar was mijn allereerste echte traditionele webinar ooit. Ik heb wel eerder online masterclasses gegeven, wat ik ook heel leuk vond. Maar nog nooit eerder heb ik echt een webinar op de manier waarop je hem misschien kent, op de traditionele manier gegeven. En het was echt een probeersel. Ik dacht, nou, weet je, ik heb het nog nooit gedaan, dus laat ik dat gewoon een keer doen. Ik ben heel benieuwd, vind ik het leuk, werkt het? Hoe is het om zoiets te doen? En het was echt heel erg leuk, merkte ik. Ik zat er super lekker in, de energie was super hoog en doordat ik zelf zo enorm gepassioneerd ben over het onderwerp, het ging namelijk over zichtbaar worden, merkte ik dat ik daar anderen ook echt in kon meenemen en kon overbrengen hoe belangrijk dat is. Want daar geloof ik dus echt heel erg heilig in. En tijdens het webinar heb ik mijn Summer School gelanceerd, de Summer School Zichtbaar Worden. Want in de afgelopen maanden heb ik, zoals je misschien weet, heb ik heel veel gesprekken gedaan met ondernemers, beginnende ondernemers, ondernemers die wat verder zijn. En bij heel veel mensen, niet bij iedereen, maar bij heel veel mensen merkte ik dat jezelf zichtbaar maken, je bedrijf zichtbaar maken, echt gaan staan voor wie je bent, wat je doet, waar je in gelooft, dat dat nog echt wel een ding is. Dat dat nog echt spannend is, dat het kwetsbaar is. Ja, dat is het ook. En dat ze daar heel erg, of dat veel mensen daar heel erg op blokkeren. En dat is nou precies, zeker als jij diensten aanbiedt, ook als je producten aanbiedt, maar bij diensten is het nog belangrijker, is dat echt essentieel om makkelijk de juiste klanten te kunnen aantrekken. En nou ja, in de Summer School gaan we daar echt 2 maanden lang aan werken. Je gaat niet alleen leren, maar je gaat ook echt doen. Want ik geloof niet in een programma waar je alleen maar allerlei kennis en theorie krijgt. En vervolgens zoek het uit wat je ermee gaat doen. Daar geloof ik dus niet in. Ik denk dat je echt een stok achter de deur nodig hebt en begeleid moet worden stap voor stap om ook echt te gaan doen. Om je zeg maar over die eerste hobbel heen te helpen, want anders had je het al lang zelf wel gedaan. Dus dat gaan we de komende zomer doen. Dat heb ik ook in dat webinar gelanceerd. En het was echt, echt, echt leuk. Het was gewoon echt leuk om te doen. We hadden een leuke groep mensen. De eerste 4 deelnemers voor de Summer School hebben zich ook al gemeld. En ik heb er gewoon super zin in. En daarom heb ik besloten om nog een webinar te geven. Ik vond het leuk, het werkte, de manier was fijn, de energie was fijn. En ik dacht, ja, ik wil hier wel meer van, want het was gewoon echt geslaagd. Dus als jij denkt, zichtbaar worden, dat is voor mij ook wel een ding. Vind ik lastig, vind ik spannend, ik weet niet wat ik moet zeggen, ik weet niet wat ik moet delen. Hoe doe je dat nou echt en hoe kan ik daarin ook echt mezelf laten zien? Dan is het webinar en de Summer School misschien ook, is het webinar echt iets voor jou. En aanstaande donderdagochtend om 10 uur gaan we het dus nog een keer doen. En als je erbij wil zijn, kun je je gratis aanmelden. Ik zal de link even hieronder plaatsen, zorgen dat die eronder komt. Dus je kan je aanmelden en sowieso wordt het waardevol en inspirerend. En ik hoop dat ik je zelfs met alleen al het webinar echt een goede wake-up call kan geven of misschien wel die schop onder je kont die je nodig hebt. En als je hem voelt, ben je natuurlijk super welkom in de Summer School. De eerste 4 mensen zijn binnen en het wordt geweldig.
En nu over naar de orde van de dag. En daarom is het ook waarom ik dit deel. Want ik wil het vandaag ook met je hebben over zichtbaar zijn, zichtbaar worden. En waarom dat nou zo belangrijk is. En ik kwam daarop omdat het voor mij een onderwerp is wat ik ontzettend leuk vind en ontzettend belangrijk vind. Niet alleen vind, maar ook heb gemerkt dat het is. En dat besef kwam eigenlijk door iets heel erg leuks. Ik heb namelijk redelijk wat volgers op Instagram. Als je me daar volgt, dan weet je dat misschien. En afgelopen najaar, ik denk dat het november of december was, dus afgelopen winter, kreeg ik een ontzettend leuk en lief berichtje van een van mijn volgers. Ik zal haar naam even niet noemen, maar het was echt een geweldig, lief, leuk berichtje. En ze schreef daarin van, ja, hoi Siska, ik volg je al wat langer. En ik vind het ontzettend cool wat je doet. En ik voel je energie ook heel erg. En ik weet nu al dat ik ooit met je ga werken. En nou, dat vond ik natuurlijk toen echt superleuk om te horen. Of dat nou gaat gebeuren of niet. Sowieso is het een fijne bevestiging dat mensen je kunnen verstaan eigenlijk met wat je doet. En je kunnen voelen. En dat brengt me ook op het punt wat ik vandaag hier wil maken. Door zichtbaar te zijn, door jezelf te durven laten zien, door te durven gaan staan voor wie je bent en te delen wie je bent, wat je doet, waar je in gelooft, geef jij mensen de kans om allereerst jou te leren kennen, maar ook om voor jou te kunnen kiezen. Want nou, misschien ben je coach, misschien ben je diëtist, misschien ben je fotograaf, maakt me niet uit wat je bent. Maar er zijn in elk vakgebied zijn er honderden mensen die ongeveer hetzelfde doen. En tegelijkertijd is er niemand precies zoals jij. Ben jij altijd jouw unieke persoon, waardoor mensen voor jou kiezen en misschien niet voor een ander of andersom. Maar door zichtbaar te zijn, geef je mensen de kans om iets van jou te kunnen zien, te kunnen proeven, te kunnen voelen wie jij bent, of dat bij hun resoneert, of dat klikt, of ze jou leuk vinden. Je kent vast wel de marketingterm know, like, trust. Dat zijn eigenlijk drie stappen die mensen doorlopen om uiteindelijk voor jou te kunnen kiezen. En de eerste is jou leren kennen, know. De tweede stap is jou leuk vinden, de like. Dus door jezelf te laten zien kunnen mensen beoordelen, vind ik hem of haar leuk of niet. En beide is altijd helemaal oké, want je wil geen klanten die eigenlijk jou helemaal niet leuk vinden, want dat is helemaal niet leuk werken. En de derde stap, trust. Dus mensen moeten ook vervolgens jou kunnen en durven vertrouwen om uiteindelijk met je te werken. Maar daarvoor moet je wel zichtbaar zijn. En zichtbaar zijn als jouzelf, wie je bent, waar je in gelooft, waar je voor staat. Want alleen dan kunnen mensen die drie fases doorlopen en kunnen ze voelen wat ze bij jou voelen. En of dat positief is en of ze kunnen voelen, ik wil ooit met deze vrouw of man werken. En dat was zo leuk van dit voorbeeld van die vrouw die mij dus een bericht stuurde van, ik weet gewoon dat ik ooit met jou ga werken. Dat is dus wat er gebeurt als je jezelf laat zien, als je jezelf zichtbaar durft te maken voor wie jij bent en niet een soort perfect plaatje probeert te laten zien. Want dat is niet echt en daarmee kunnen mensen ook niet echt weten, echt voelen of jij degene bent die ze nodig hebben. En het mooie ervan is, dus als jij jezelf zichtbaar gaat maken, gebeuren er dus dingen zoals dit. Dus deze vrouw die heeft eigenlijk al besloten dat ze ooit met mij wil gaan werken, maar nu is het nog niet de tijd daarvoor. Dus ook bij jou, wanneer jij je zichtbaar gaat maken, zul je dit soort mensen, of heel veel mensen, bereiken en aantrekken. En waarschijnlijk zullen heel veel mensen niet tegen jou zeggen van, oh, ooit ga ik met jou werken, maar ik voel al dat ik jou heel erg leuk vind en dat ik ooit met je wil gaan werken. Soms zullen mensen dat dus wel doen, zoals in dit geval. Maar weet dat ook al kan je het nog niet zien, ook al is het niet zo dat iedereen meteen op dat moment klant bij jou wordt, ook al heb je geen idee wie je allemaal bereikt en wie je allemaal mag raken. Maar weet dat als jij jezelf zichtbaar maakt vanuit wie je bent, als jij durft te gaan staan voor wie je bent en waar jij in gelooft, dat je mensen zult aantrekken die voelen, ooit ga ik met haar werken.
het is misschien nu nog niet de tijd, of ik ben daar nog niet aan toe, of ik ga nog sparen zodat ik het geld bij elkaar krijg. Daar heb je allemaal misschien waarschijnlijk nu nog geen idee van, maar weet dat dat gebeurt. En wees daarom zichtbaar, zodat je die mensen kunt bereiken, kunt raken, zodat zij kunnen voelen, ja, dit is de coach voor mij, of dit is de diëtist voor mij, of dit is de fotograaf waar ik mee wil werken, want wauw, wat doet ze toffe dingen, of hij, of wat, ja, wat resoneert haar droom of haar geloof zo bij mij. Ik weet gewoon dat zij de persoon is voor mij. En door zichtbaarheid als iets heel engs en spannends en groots te ervaren, en weet je, dat is ook helemaal oké, hè? Dat mag. Maar door het daardoor maar niet te doen, ontneem je die mensen ook de kans om met jou te willen werken. En eigenlijk is dat ergens heel egoïstisch. Want jij hebt een talent. Jij bent uniek. Jij bent speciaal. Jij bent goed in wat je doet. En door dat te verstoppen, door gewoon achter je laptopje te blijven zitten en te denken, nou, de website is live, wanneer komen de mensen nou eens? Daarmee ontneem je de kans voor anderen om met jou te willen werken en door jou geholpen te willen worden. Want dat is wat jij kan, dat is wat jij doet. Jij kan andere mensen helpen op jouw manier. Of dat nou is met het product dat je hebt of met de dienst die je aanbiedt. Jij kan met wat jij doet mensen blij maken, mensen helpen. Mensen losmaken van twijfels, angsten, problemen, uitdagingen, maakt me niet uit wat. Jij kan mensen misschien wel op de meest mooie, speciale manier vastleggen door jouw fotografie. Maar daarvoor moet je iets van jezelf durven te laten zien. Moet je jouw werk durven te laten zien. Mag je vertellen wie je bent, wat je doet en waarom je dat doet. En als je dit herkent, als je ook het lastig vindt of het spannend vindt of alles heel erg gaat overanalyseren van ja, wat moet ik dan zeggen en wie zit daar dan op te wachten en kan ik het wel, ben ik wel genoeg? Als je dat herkent, zorg dan alsjeblieft dat je bij het webinar bent van aanstaande donderdagochtend. Want ik wil je echt helpen om hier doorheen te komen, doorheen te breken. Want je laat gewoon heel veel liggen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. En dat is gewoon super zonde. En weet je, alles wat je hebt hier op aarde is de tijd die je gegeven is. Dus make it happen. Make it work. Maak er wat van en maak er het mooiste van wat je maar kan. En dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ga staan voor wie je bent. Zonder excuses. Zonder compromis. Want daarmee sta jij altijd vanuit jezelf in de wereld en trek je de juiste mensen aan, de juiste klanten aan, de juiste opdrachten aan. En daarmee ook geluk en overvloed op elk gebied. Dus wacht niet langer. Schrijf je in voor het webinar als je erbij wil zijn. Ik zou het doen. Het wordt heel leuk. En sowieso ga jezelf zichtbaar maken en ga doen. Waar wacht je nog op? Ik hoop dat ik je hiermee ook al een klein schopje onder je kont heb kunnen geven, wie weet. Wederom zou ik het super leuk vinden als je weer een screenshotje wil delen van de podcast, van deze podcast als je hem aan het luisteren bent. Deel hem op je social media en tag mij. Ik vind het super leuk om te zien wie er allemaal luistert en wat ik voor je mag doen met het verspreiden van mijn boodschap. En sowieso ga je daar ook weer andere mensen mee helpen die dat weer zien en ontdekken en voor wie dat ongetwijfeld op het juiste moment komt. Dus alvast dankjewel. Heel veel liefs en heb een mooie dag en tot donderdag.